Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Jullie mogen het best weten, het is crisis in huizenstand. Het werk is de laatste tijd wat minder en ik ben niet echt een natuurlijke netwerker. Zet mij op een vrijdagmiddagborrel en binnen 5 minuten sta ik in een hoekje te converseren met een hooggeplaatste kamerplant. Hier in huis wordt momenteel harder bezuinigd dan in het achterkamertje van Rutte en Samsom. Linksom of rechtsom, iedere knoop telt. Doorwerken tot je 67ste wordt knap lastig als je nu al stil ligt. En met 130 kilometer door Nederland scheuren is hartstikke cool, maar verdomd lastig als je de benzine niet kunt betalen. Naast het budget shoppen, het knippen in reclamefolders en het opzeggen van kranten en tijdschriften ben ik inmiddels ook gestopt met roken en drinken. Yay! Het voelt toch niet lekker als je kiest voor een pak peuken terwijl je dochter toe is aan nieuwe sokken. En drinken is leuk, maar vooral in combinatie met roken. Zonder sigaret wil ik opeens een glas bourbon naast mijn biertje. Onwijs rock'n'roll, maar na 3 keer de kledingkast vol pissen wordt het wat problematisch. En stoppen heeft zo zijn voordelen. Zo spring ik nu iedere ochtend mijn bed uit met zo'n gevoel van man, wat ben ik saai! Ik moet toegeven, het doet pijn. Noem mij ouderwets, maar als man wil je toch zorgen voor je vrouw en kind. Ik ben niet van het aloude. Wie is die man die iedere zondag het vlees komt snijden? Maar er moet wel iets te snijden zijn. Het is niet leuk om toe te geven dat je op dat vlak loopt te stuntelen. Je hoort wel eens verhalen van kerels die jaren na hun ontslag nog steeds iedere dag de deur uitstappen met een bak boterhammen en een krant onder de arm. Dag lieverds, papa gaat werken. Ik snap dat volledig, maar ik werk thuis, dus dat wordt lastig. Het gevaar is dat je jezelf gaat bezighouden met het verzinnen van geniale nieuwe dingen. Van die projecten waar je in één klap heel rijk mee gaat worden. Zo had ik lange tijd hoge verwachtingen van mijn eerste kinderboek. Papa is een faalhaas. Het indrukwekkende verhaal van papa Haas die zijn 10 kinderen niet kan onderhouden. Op een gegeven moment komt hij in de kroeg in aanraking met een loesje roze konijn. Dat na een paar slechte moppen belooft al zijn schulden weg te nilvisken. Kleine spoiler alert, op het einde zien we 9 vrolijke haasjes achter een tafel vol dampend stro, terwijl nummer 10 zich afvraagt waar papa is. Op het laatste plaatje ligt pa Fala's in de ovenschaal van een man die wel alleen op zondag het vlees komt snijden. Subtiel aangrijpend en toch een kleine knipoog. Maar volgens de uitgevers is de markt voor cynische vaders die het allemaal even niet meer zien zitten en toch gezellig willen voorlezen best klein. Nu de regen weer troosteloos op ons neerdaalt en je moet oppassen dat je niet met je dolende geest onderuit glijdt door een herfstblaadje, loert het gevaar van een depressie en een treinvertraging. Juist op dat moment is het lekker om te kijken naar de positieve kanten van een crisis. Net op tijd de supermarkt binnenlopen voor een partijtje afgeprijsde speculaasbrokken. Op donderdagmiddag een tentje bouwen in de woonkamer, terwijl buiten de Ring A10 langzaam dichtslipt. En je beseffen dat je ondanks alles gewoon doet waar je gelukkig van wordt. Dus laat die herfst maar komen en blijf positief. Dan kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen.